Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dank u wel. Zoeterwoude heeft een nieuwe wethouder. Monique van Zandik komt per 19 januari het college versterken. Donderdagavond werd zij geïnstalleerd en daar kwam wat nerveusheid bij kijken. Toch wel een beetje, denk ik. Want ik woon niet in Zoeterwoude. En het is voor het eerst dat Zoeterwoude een derde wethouder heeft. Dus je weet wel dat het een, best lastig is voor de raad hier. En ik dacht, nou, het zal wel goed gaan, maar een beetje nerveus was ik wel, ja. Het besluit om de nieuwe wethouder te installeren kwam niet zomaar. De oppositie zag in eerste instantie het geld liever besteed worden in het ambtelijk apparaat. Volgens wethouder Paul Olthof hoort daar ook een extra wethouder bij. Het is niet het een of het ander. Het is iets wat uiteindelijk ook hand in hand gaat. Ook ambtelijke capaciteit is nodig. Er staan ook heel wat vacatures open. En daar zoeken we ook mensen voor. Willen we graag invulling aangeven. En we zien ook dat druk op de organisatie, ja, die is gewoon groot. Mensen die hebben heel veel projecten die ze tot zich hebben genomen, de ambtenaren. En ook daarvoor proberen we extra formatie te creëren, zodat die ook in wat rustiger vaarwater komen en dat je daarin ook gewoon een gezonde werksituatie hebt. Maar het is lastig op de huidige arbeidsmarkt. Het werd uiteindelijk nog een spannende avond. De oppositie was het niet eens met de werkwijze van het college rondom dit voorstel en besloot om zich te onthouden van stemmen. Nou, ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit college nog niet op sterkte is. Wat kan zij met inwerken? Dat blijkt ook wel. Vanavond heb je de gang van zaken kunnen zien. Er waren gewoon echt een paar blunders in de manier waarop de agenda werd beïnvloed op het laatste moment. Dat doen we zo niet. Daar hebben we processen voor die ze dus kennelijk nog niet onder de knie hebben. Wij weten uit het verleden dat een wethouder echt wel zeker een jaar nodig heeft om volledig onder de knie te krijgen wat hij moet kunnen. Want het is ook echt geen makkelijke baan. En we zijn gewoon nog niet aan dat jaar. En nu zijn er twee onervaren wethouders, maar ook een relatief onervaren burgemeester. En daar zie je nu de vruchten van. Dus wij hadden liever nog een poosje gewacht, meer geïnvesteerd in het inwerken. En pas daarna gekeken of het echt nodig was om die formatie uit te breiden. Want het is ook nog steeds niet concreet wat nu precies het takenpakket wordt, hoeveel tijd, welke taak nu kost en waarom dit dan de juiste hoeveelheid is. De nieuwe wethouder zag erbij al hangen dat het een spannende avond zou worden, maar gaat toch met frisse energie aan de slag in Zoeterwoude. Ik wist wel dat dit eraan zou gaan komen. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk nou wel goed nagedacht moet gaan worden van hoe gaan we dit weer lijmen. Want voor Zoeterwoude is het natuurlijk wel het allerbelangrijkste dat deze raad weer goed samen kan gaan werken. Dat we voor de mensen die hier wonen een allerbeste raad en college geven die er maar mogelijk is. Daar hoop ik aan bij te dragen. En uiteindelijk hoop ik dat over 3 jaar, op het einde van deze termijn, er toch naar deze avond wordt teruggekeken met de gedachte, het is toch een goed besluit geweest.